Hé Marjan, hier liggen mooie. Hé, hey, we mochten geen takken afbreken, schuffert. Oh nee, maar dat jij dus net, Sussy. Nou, dat was een dode tak en geen even goeie ook. Wat heb ik het warm dat de meester ons nog net vanmiddag op moest laten zoeken. Omdat het zulk mooi weer is, jongelui, gaan jullie vanmiddag maar eens vrij. Moet je handen eens kijken, ze kleven helemaal. Wat geeft dat? En trouwens, handen bijt is leuker dan een dicté. Dat is waar. Hé, hey, hoe vind je deze? Waardeloos. Ik moest er iets van kunnen maken, zei de meester. Kijk eens wat ik heb. Op, schepper. Kijken, dan wordt een slak, denk ik. Ik maak een totempaal. Gaat meester Frans misschien wel over indianen vertellen? Meester van de Steg heet hij, hoor. Ja, maar Frans is zijn voornaam, dat weet iedereen. Frans de Rode. Ik heb nog nooit iemand gezien met zulke rode haren. Nou, hij is best aardig, hoor. Ja, maar die verhalen van hem. Geloven jullie daar een steek van? Nou, nee, dat niet. Maar dat hoeft toch ook niet? Natuurlijk niet. Maar dat verhaal van toen hij in de Himalaya was. Ja, de verschrikkelijke sneeuwman bestaat niet eens. Nee. Maar het was wel spannend, bedoel ik. Ik hoop dat hij vanmiddag weer een nieuw verhaal heeft. Ja, en dat hij lekker lang vertelt. Hé, hey, hoe laat is het eigenlijk? Bijna 1:30. Sloop niet zo uit, het is veel te warm. Nou, ik wil geen strafwerk. Hoe lang is meester nou op school? Na de vakantie, dat is 3 weken. En in al die tijd heeft hij nog geen strafwerk uitgedeeld. Hij doet maar alsof hij zo streng is. Nou Maarten, ik hoop dat de meester jou in de kast opsluit als hij vanmiddag gaat vertellen. Oh ja? Wedden dat ik het eerst op school ben? Jongens, jullie moeten niet zomaar iets in elkaar zetten, hè? Kijk eerst eens goed naar de dingen die je hebt meegebracht. Wat voor vorm heeft het? Wat zie je erin? En als je heel goed kijkt, van alle kanten, dan ontdek je vanzelf wat je ervan moet maken. Als je gaat verven, gebruik dan niet te veel verf. En zit alsjeblieft niet te knoeien. En voorzichtig met de houtsnijmesjes. Vertelt u nog eens wat van die avonturen, meester? Nee, Marjan. Maar u bent toch vaker naar Torenloren geweest? En dat met die geest, was dat echt gebeurd? Ja, Maarten, ja. Ja, maar dat verhaal met die schilderik, meester. Dat is alweer een tijd geleden, Kees. Maar dat verhaal van die schilderik hebt u vast niet helemaal afgemaakt, meester. Nee, jongens, ik heb genoeg verteld. Ik vertel niets meer. Het is handenarbeidles. Maar we kunnen toch doorwerken terwijl je vertelt? Ik heb jou niets gevraagd, Maarten. Hou liever dat mes beter vast. Maar mijn handen zijn zo zweterig. Ik glij steeds uit. Ik weet dat het warm is. En ik heb nog een warmer werk te doen. Jullie opstellen nakijken. Meester? Ja. Nee, probeer het eerst zelf maar eens. Jongens. Nou. Maarten. Het is bijna 3:45, meester. Oh, dankjewel. Tijd om op te houden. Er zijn hele leuke dingen bij. Maar waarom jullie zo'n rommel bij maken? Nou ja, je moet het zelf opruimen. Begin daar maar mee. Ieder zijn eigen tafeltje.
Marjan en Joke hebben de grote koetsbeurt. Meester, waarom zegt u niets? Wat moet ik zeggen? Temt u er niet? Nee. Nee, vertelt u niet. Jongens, ik ben moe. De waarheid is dat ik wacht. Waarop, meester? Op een brief, Maarten. Ik wacht op een brief. Een hele gewichtige brief. De afzender is onbekend en onbemind. En ik hoop dat daarmee morgen een avontuur begint met een mysterieuze en gevaarlijke opdracht. Ik moet hem nog ontvangen. Opruimen en wegwezen. Mama. Hallo. Hallo, hoe was het? Leuk. We gaan vanmiddag zwemmen. Oh, gezellig. Wil je nog thee? Nee. Nou, dan neem ik hem mee. Sorry, veel te warm. Te warm? Juist lekker fris. Ja, lekker koel. Ik bedoel, te veel werk. Jullie opstellen. Dictees. Je moet zeker thuis blijven voor die brief, hè, meester? De brief? Ja. Ja, natuurlijk, meneer. Nou, veel plezier, hè? Ja, dag, meester. Dag, meester. Dag. Ja? Ah, dag, Fabak. Dag, Frans. Zit je werkdag erop? Ja, gelukkig wel. Veel te warm vandaag. Ja, zeg dat wel. Wil je hier een kopje thee? Of kom je gezellig beneden even thee drinken? Oh, kom maar beneden, tante. Mevrouw Bakker. Sorry, hoor. Geeft niks. Iedereen weet dat ik Willemijn heet. Voor jou wil ik best tante Willemijn zijn. Noem jou op bij je voornaam. Fijn. Weet u dat ik u vanaf het begin af aan al tante Willemijn heb genoemd, in gedachten? Oh ja? Nou, is toch ook veel gezelliger als je haar wat beter kent? Je bent hier nou al zo'n tijd. Nou, 3,5 week. Nou, dat bedoel ik. Kom je beneden? Ik schenk pas in. Graag, tot zo. Gaat niets boven hete thee bij deze warmte. Zal ik de tuinstoel uit de schuur halen? Dan kunnen we buiten zitten. Nee, doe geen moeite. Het gaat zo regenen, dan moeten we alles weer binnen halen. Regenen? Mhm.
Citroen bij je thee? Graag. Kom zitten. Wie weet wat een hardwerkend mens toekomt. Waren de kinderen zo lastig? Ach nee, het is een fijn stel. Ze hadden alleen wat last van de warmte vandaag. En dat met handarbeid. Straks gaat onweer is het afgelopen met de warmte. En met de zomer. Lekker. Eigenlijk zou ik nu hard aan de slag moeten. Ik heb nog zo ontzettend veel te doen. Weet je wat? Als je nou veel paparazzen hebt, dan kom je gewoon hier aan de tafel zitten werken vanavond. Ik ben er toch niet. Ik ga uit. Als dat mag. Ik moet nog 11 opstellen en 24 dt's nakijken. En dan mijn eigen huiswerk voor morgen nog. Huiswerk? Maar schoolmeesters horen toch geen huiswerk te maken? Die horen huiswerk op te geven, niet zelf te maken. Maar u weet toch dat ik studeer voor een extra akte? Ja, waarom eigenlijk? Om hoger op te komen. Het zei mijn zoon Willem ook altijd. Weet je waar het hem gebracht heeft? Helemaal aan de andere kant van de wereld. Australië. Maar hij schrijft wel vaak. Dit is de tweede brief al van de week. Ik verwacht ook een brief. En nog wel een hele gewichtige. Tenminste, dat heb ik de kinderen van mijn klas verteld vanmiddag. Heb je weer wat verzonnen? Je maakt die kinderen dol met die krankzinnige verhalen van je. Pas maar op dat de rollen niet worden omgedraaid. Omgedraaid? Nee. Kinderen vinden verhalen mooi, maar ze hoeven ze niet te geloven. Je gelooft er niet dat je weet die brief echt gaat schrijven? Anders stuur ik die van. Maar het is nog hartstikke gevangen. Ja. Hé, ik geloof dat het gaat regenen. Ja, joh, ben je gek. Moet je naar die lucht kijken? Zou je niet liever een taxi bellen? Zo wordt u kletsnat. We hebben helemaal geen taxi in het dorp. Ja, als ik een auto had, dan kon ik u wel brengen. Ah, ik ben niet van suiker. Het is maar een heel klein eindje. Sterkte met je werk. Tot straks. Tot straks. En een prettige wandeling. Fantasie wordt werkelijkheid. Een brief voor mij. En dan nog wel zomaar naar binnen geblazen. Zeer geachte heer Van der Steg. Naar aanleiding van uw schrijven zou ik graag een onderhoud met u hebben. Daar ik tamelijk afgelegen woon, zal ik mijn wagen sturen om u op te halen op aanstaande vrijdagavond om 19:30 precies. Met gevoelens van de meeste hoogachting uit Martijn. Wat staat daar nou? Grrr, grrr. Ken ik iemand die gruggen heet? Nee, die bestaat niet. Die handtekening is met opzet onleesbaar gemaakt. Naar aanleiding van uw schrijven? Maar ik heb helemaal niet geschreven. Dat is natuurlijk een grap van de kinderen. Nee. Dit kunnen ze nooit geschreven hebben. Nee.
ja, een vader misschien. Of een ouder broer. Het is wel verdraaid knap gedaan. Is het ook nog een postzegel op? Maar dat stempel is van gisteren. Hoe kan dat? Ik heb ze pas vandaag iets over een brief verteld. En dat stempel is echt. Er is niet aan geknoeid. Mooi begin voor een spookverhaal. Probeer deze keer eens netjes te schrijven. Schrijf iedere regel precies zo over als in je taalboek staat. Klas 5 doet hetzelfde. Alleen neemt die bladzijde 14 uit hun taalboek. Maar meester. Bladzijde 14 uit je taalboek, maar jou. We hebben toch rekenen vandaag? Aan je werk. Ik vertrouw ze niet. Toch is er niet één die zo netjes schrijven kan. Samenzwerers, dat zijn ze. Meester. Doorwerken. Meester, ik ben klaar. Wie klaar is met zijn taal, die kan aan zijn huiswerk gaan beginnen. Meester, wat stond er in die brief? Waar heb je het over, Marjan? Over de brief die gisteren komen zou. U vertelde toch dat... Gisteravond. Met een bliksemflits en een donderslag kwam die brief binnen. Hij lag op de mat. Ik was erg verwonderd, want de afzender is mij onbekend. Maar mijn naam en adres wist hij wel. Maar u zei toch dat hij u zou schrijven? Nou, dan moeten we hem toch kennen? Ik heb gezegd dat ik een brief verwachtte, Maarten. Maar niet die brief die ik gisteren kreeg. Volgens de afzender heb ik hem ook geschreven. Vorige week. En dat heb ik niet gedaan. Geheimzinnig. Wie was de afzender, meester? Ik zei je al dat ik dat niet weet, Maarten. Hij noemt zich... Grrr. Kijk. Zo. Klinkt een beetje als een grom of een grauw, vinden jullie niet? Misschien is het een grote, grimmige man. Of een grijnzende grijzaard. Jas, griezel. Hij wil dat ik vanavond bij hem op bezoek kom. Hij zal me zijn wagen sturen om me bij hem te brengen. Om 7:30 precies. Waarheen? Wie weet? Naar zijn woning in het woud. Maar die wagen zal voor niets komen. Ik stap niet in. Ik heb een andere afspraak. Stop, mond dicht. Die meneer Grrr, die moet niet denken dat hij mij kan bevelen. Als hij mij zo graag wil spreken, dan moet hij maar bij me komen. Dan zal ik hem vertellen wat ik van hem denk. Denk je dat hij die brief echt gekregen heeft? Ik heb wel omweg gisteravond. Volgens mij dachten mensen dat wij die brief geschreven hadden. Wij hebben hem niet geschreven, nee toch? Nee. Ik ben wel benieuwd hoe het verder gaat. Als je vanavond niet in die wagen stapt, gaat het niet verder. Het moet gewoon meegaan. Tuurlijk, Hans de Rode moet weer op avontuur. Nou, dan moet jij daarvoor zorgen. Ik? Wat kan ik daar nou aan doen? Ik kan hem toch niet in de wagen duwen als hij niet wil? Maar je kan het hem vragen. Ja, of dat lukt. Maar ja, we zien wel. Pas op, daar komt hij.
aan het werk? Ja, ik moet naar de stad. De avondschool begint om 8 uur. Ik ben niet van plan om nou op de fiets te gaan. Nou, was ik eigenlijk wel van plan. Nou, het regent dat het giet. Voordat je het dorp door bent, ben je doorweekt en al die boeken. Ja, misschien wel waar. Zal ik jou wel samen met de bus gaan? Hoe laat gaat die? 7:30, vanaf het plein. Oh, dan moet ik rennen. Anders mis ik hem nog. Wel nee, hij is altijd te laat. Vooral met dit weer. Nou, ik doe wel open. En dan ga ik er meteen vandoor. Joep. Doei. Bent u de heer van der Steeg? Ja, dat ben ik. Het is 7:30, ik kom u halen. Ja, het spijt me erg, maar... Doe die deur dicht, ik waai hier weg. Stap u in. Ja, ik kan vanavond onmogelijk met u meegaan. Ik heb andere afspraken. Meester, doe nou. Meester, ga nou. Instappen, meneer. Ja, meester, ik doe nou. Geen... Instappen. Ga nou maar. Vooruit. Ik weet niet eens waar die man me naartoe brengt. Hey, koetsier! Koetsier! Zijn we er? Nee, nog niet. Waar gaan we eigenlijk heen? Hoef ik u toch niet te vertellen, hè? Wat is dit voor een manier om mij te behandelen? Ik ga niet verder als ik niet weet waar ik naartoe ga. Meneer, ga me nou niet wijsmaken dat u nergens iets van weet. Stapt u in, anders worden we kletsnat. Ik hou er niet van te laten komen. Nee. Ik rijd niet mee. Voordat ik weet wie u bent en wat het doel is van deze rit. Goed, meneer. Als u niet verder wil dan de zevensprong, dan blijft u bij de zevensprong.